Zoals jullie weten, ben ik al een jaar met deze meid bezig. En het limiet is gewoon bereikt. Allah subhanahu wa ta'ala weet hoeveel sabr ik heb gehad. En het is nu tijd om er een einde aan te maken. Want alles heeft zijn grens en zijn limiet. Dus dat dan maar. Alles heeft zijn grens en zijn limiet. Wat zijn jullie eigenlijk? Zijn jullie mensen? Zijn jullie... of zijn jullie dieren? Zijn jullie hayawan? Staan jullie niet stil bij het feit dat op een dag je eigen zusje kan zijn? Hoe voel jij je dan? Heb je dan ook iets van, ja, eigen schuld, dikke bult? Of denk je, oh mijn god, wat wil ik graag terug in de tijd en dan ga ik het proberen te voorkomen en weet ik wat allemaal. Wat als het je eigen moeder is die door een buurman wordt genomen en wordt geëxposed? Hoe voel jij je dan? Wil jij families kapot maken? Vind jij dat fijn? Wat moet je een ellendig persoon zijn? En geloof me, al het verdriet wat wordt gedaan, al dat leed wat jij hebt veroorzaakt, wallah, je gaat het terugbetalen. Hier, dunya en akhira. Als je niet oprecht spijt betuigt en het nooit nog een keer doet. Oké.